De residentie marathon commissie, geïnstalleerd door de minister van Defensie. Wij gaan voor onze tweede lustrum, de 10e marathon. En natuurlijk gaan wij dat groot vieren, deze 10e marathon. En groot vieren doen we niet alleen. Dan heb je, ga je gasten uitnodigen en daar hebben we CISM. Dat is dus de Wereldorganisatie voor Militairen, ook bekend al in Suriname. Daar hebben we heel wat gedaan. Deze CISM-organisatie organiseert dan de 45ste wereldkampioenschappen marathon. Ja, dus ook Suriname kan nu zeggen van, hey, we hebben een WK georganiseerd. Ja, op hoog niveau. Je zult de atleten zelfs aan het werk zien. En op die manier gaat de Serividentie Marathon dan die tweede lustrum tegemoet. Ja, wij zijn volop in voorbereiding. Er zijn wat veranderingen. Zoals u al gehoord hebt, is er een expert uit het buitenland gekomen om voor ons een internationale route te certificeren. Ook hebben wij een andere starttijd gegeven aan deze 10e editie. Was het bij nummer 1 en 2 zo dat we in de ochtend starten, is het ook bij deze 10e zo dat we vroegsmorgens gaan starten en lopen na 10 uur, 11 uur. Ja, ik hoop dat alle atleten goed zijn voorbereid erop. Maar in ieder geval is dat wat wij voor ze gaan voorbereiden. De logistieke invulling, daar gaan we onze uiterste best doen dat die atleten op die 42 kilometer goed wordt uitgerust om de eindstreep te behalen. Ja, dus de Serividentie Marathon, we doen er alles aan om zoals voorgaande jaren alles veilig te laten verlopen.